Daar zijn we weer en we gaan vandaag verder met de Action Mega Shoplog en de kruidvat. En ja, het was toch goed geweest, want er zijn veel meer mensen die gereageerd hebben op de winactie. Dus maandag maak ik bekend wie er allemaal hebben gewonnen. En voor nu, like je mag, abonneren kan. Tot zo. Nou, we gaan verder weer waar we waren gebleven. En vandaag is het maandag, zal ik ook 4 van de winnaars bekendmaken. Wat hebben we nog meer bij Action gewonnen? Even kijken. Deze dozen sets. En kijk hoor. Ik zie hem toevallig niet heel staan. Maar ik denk dat die. Nee, hier zie ik hem ook niet op staan. Nou, mocht ik het tegenkomen, dan horen jullie het wel. Nee? Nou, ik kan hem niet vinden. Ik denk dat die 4 nog wat was, 5 euro. Maar het zijn 3 delen, een grote en 2 kleine. Dat zie je hier beter in deze kleur. Heb ik dus 1 zwarte, 1 oud roze, 2 oud roze. En daar wil ik voor mijn make-up of voor mijn sieraden in de kast om het te verdelen. Dus dat. Dan heb ik deze pantoffels. Heb ik die toevallig wel? Ja, 6,95. Stevige kwaliteit vond ik hem. Je kan ook weer naar buiten en hij is nog eens lekker warm. Dus die. Dan heb ik deze werkhandschoenen. Kan ik goed gebruiken bij het werk. En dan voor mijn zoon zo'n thermo nekwarmer, maar je kan het ook als een over je hoofd en dan kan hij zijn helm aandoen. Dus eigenlijk meer voor deze plaatje hier. Dus die. Dan heb ik een 3-4 aantal. 4 aantal parfums van de serie Prinsessen. Want ik heb toen de tijd van Zeeman heb ik gebruikt de Mickey Mouse. Ik heb de ene helemaal opgemaakt, de andere voor de helft. En het was maar 3,95, wat ik me kan herinneren. En ik vond het heerlijk, de geur gewoon. Zo heerlijk dat ik het helemaal heb zelfs opgemaakt. Even kijken hoeveel ze waren. Ja, ik zie hem toevallig ook niet bij deze. Ik dacht dat 2 nog wat waren. 3 euro. En dan die van Belle and the Beast. Ze zijn allemaal, hoeveel? 30 denk ik ml toch? 50 ml zelfs. Ja, 50 ml zijn ze. Door een roosje. Elle Frozen. En Jasmijn. Dus die voor 2,99. Dan. Oh, hier zie ik nog een man, even kijken. Nee. Dan heb ik een nieuwe stiletto Gold Sparkle. Zoals jullie daar hoe heet het zien? Mijn collectors. Ik zal jullie straks dichterbij ervan wijzen. Kijk,
heb het ook nog niet gezien. Heb ik die niet? Oh nee, ik heb hem in het roze. Nou, nu in het goud erbij. Als hij toch helemaal open is. Lekker. Hij is ook nog eens lekker. Dan hadden ze ook de nieuwe serie Seductive Beauty Palette Dream. En dit zijn de kleuren ervan. Beetje nude kleuren. Mooie kleuren. Die. Dan zoals jullie weten heb ik de body lotion ervan. En dit is de body scrub. En zoals ik zei, ik heb er eentje in de winactie voor de wash, als die komt. En het is van dezelfde serie. Misschien ga ik hem ook halen voor de hoe heet dat, wash, ik weet het nog niet. Maar hij ruikt echt heerlijk. En hoeveel is dit potje zit erin? Sea Salt Body Scrub, 500 mg. Wat heb ik nog meer? Mijn gebruikelijke haarverf. Elke keer als ik het vind, neem ik het mee van palet, mond. Ze zijn hartstikke duur. En mijn haar. Ik kan het goed gebruiken. Ik zie dat ik hier een beetje een plekje krijg. Een kaal plekje. Maar ja, ik gebruik mijn vitamine-tabletjes weer niet. Na mijn gastric bypass moet je vitamine-tabletten gebruiken. Want anders gebeurt er dus dit. Maar ik heb het nog steeds niet gedaan. Dan had ik de stiletto was trouwens 3,95 maar. En de palet oogschaduw was 4,79. En de body scrub was 1,95. Ik had ook deze slingers gekocht zoals jullie zien. En ik heb hem daar in de pompon verwerkt. Ik zal jullie straks even duidelijker wijzen. En die balletjes, zal ik jullie ook nog vertellen hoeveel die waren. Die waren voor 69 cent per stuk. Ik heb alleen het roze en het witte genomen, want ze hadden het ook in het zwart. Daarachter zien jullie die vaas die ik had gespoten in het goud. Het vaas kwam van Noppes in het goud gespoten. En die decoratieve kunstbloemen, die waren ook van Action en die waren al in het goud en die waren 1,99 per stuk en ik heb er twee bolletjes en twee varenachtige blaadjes. Daarin heb ik decozand gezet en daar heb ik, hoeveel heb ik er van? Ik had er veel hoor, maar ik moet er nog een paar halen. Decozand waren 79 cent, ik had er een stuk of 5. Ja, dus die zitten. Dus die zit daar in die vaas. Als jullie zien. Dan. Zag ik deze. Sheet mask met vitamine C. Die had ik nog niet. Twee stuks. De laatste tijd heel erg veel last van gehad hebben we van antimist. Maar mag je ook je ramen gaan vegen. Dus niet gehaald. Spijkers, alle formaten. Alle grote. Oh, hier zie ik de bon. Even kijken of ik het. De spijkers waren 1,79, de Disney's waren 2,95. Een portemonneetje voor mijn geld erin te zetten, 99 cent. De werkhandschoenen waren 1,79. De nekwarmer was voor 1,69. Deze diadeem met bloemetjes vond ik wel niet grappig. En die was voor 79 cent. Nou, nog een tijger portemonneetje.
1,29. Ballisto's. Mijn zoon had laatst in een van mijn vlog, had je al gezien. Een deken ervan, nu een kussensloop, dat zocht hij. Dus een slooppoes ervan gevonden. En die was lekker zacht. €2,49. Zo'n bijvul 45 bij 45. Was 1,86. Ja, ik kan hij meteen in gebruik van maken. Even kijken. Oh, ik heb hem dichtgemaakt nu. Ik ga eventjes erin doen. Dan hebben jullie een beter beeld van hoe die eruit ziet. Even kijken hoor. En dan ziet het er lekker fluffy zo uit. Oké, dan hebben we deze twee replays voor 20 ml. True Lip Replay had ze ook bij de Action. En die waren voor €3,95 per stuk, 30 ml. En deze jurkje. En die was voor ik vond het een hele goede dikke kwaliteit hebben, namelijk het is gewoon simpel, maar heel vrouwelijk met roesjes aan de onderkant. Die, dan deze sierkussens, een beetje hetzelfde model van de behang. Twee ervan, en die waren voor ik nog wel denk ik 5,95. Twee stuks. En deze hoodie voor de wintermaanden die er komen gaan. En dat is met lipjes en hartjes in het roze. Lekker. En die was voor €8,95 en de jurkje was voor €7,95. En dan deze Venus mesjes, 3 stuks. Ook erbij. En dan zijn we aan het einde van de Action gekomen. Dan gaan we verder met even kijken met wat. Dat kom ik nog op terug. Ja, ik was nog iets vergeten te wijzen. De Secret Special Edition. Met een haarlijstje eraan. Ik heb een hele serie. Als jullie mijn vlogs hebben gevolgd, hebben jullie daarin ook gezien. Ik zal hem straks nog een keer wijzen. Want ik heb ze allemaal een plaatje gegeven. Maar kijk, er zit een elastiekje aan. Maar ik vind hem zo ook mooi. Dus even kijken hoe die ruikt. Lekker. Kom ermee door. Nou, dan gaan we nu verder met even kijken. Vandaar dat dit kruidvat. Bij kruidvat heb ik deze Herberto Gavalli Paradiso Assoluto. En die hadden ze voor
afvalprijs. Dus ik mag meenemen. 75 ml. Hoe ziet het eruit? Even kijken. Hij ziet er zo uit. Hoe ruikt hij? Heerlijk. Dus die krijgt ook een mooi plekje. Wat hebben we nog meer? Ze hadden alles afgeprijsd bij de Kruidvat. Dus ik heb heel veel dingen in afgeprijsde artikelen gevonden. Alleen deze niet, want die gaat lekker de winter in. En het is deze Teddy. Want lekker warm voor in de winter. Dus die. Deze was ook niet. Ja. Deze waren allemaal voor de helft van de prijs. En dat was in de collectie van de Vintage Beach. Hermist. En eigenlijk moest ik dit niet nu gaan doen, maar. 2 vingers. Ik heb geen vinger afgeprijsd. Deze gaat in de. Hoe zeg je dat? In de winactie van de make-up. Een setje nagels, stiletto. En de foundation allemaal in de actie. Trouwens, iemand maakte me erop attent en toen dacht ik dat me gelijk ook in de corona. Want die lippenstift had ik natuurlijk al opgeprobeerd. Dus die gaan naar mijn zusters. Die gaat niet in de winactie. Want wij zusters. Zijn zusters. En dan heb ik Stay With Me Whipped Foundation in de 050 en 040. Kijk, die is natuurlijk veel te donker voor mij uit. Die is veel te licht. Dus mengen. En deze oogschaduw vond ik ook heel mooi. En dan heb ik een aantal pencils. Dit is een eyeliner in het wit, maar je kan het dus ook in de hoekjes zetten. Tweede van alles in de afgeprijsde artikelen. In de blauw, in de goud, in de meroen roodachtig en in het roze. Was ik helemaal nog steeds aan het opnemen? Oké. Okay. Nou, als iemand me kan vertellen wat het is, of het een lipliner is, of dat het een oogschaduw is van Revlon. Revlon, noem mij nou Revolution. Even kijken, wat is dit? Coconut Lip Conditioner van de Vintage Beach.
Dan een multipurpose oil voor je hele lichaam. Een topcoat. Basecoat, dus gewoon dit. Een camouflage cream. Oogschaduw. Even kijken welke kleur eronder zit. Beetje rozig. Nog een lip coconut butter. En dan als laatste de Hide the Blemish van Rimmel. Als je dus een buis of een vlek of misschien de donkere kringen onder je ogen. Nou, dat was even kijken. Kruidvat. Dan heb ik nog TK Maxx Store en Rattenplan. Nou, laten we maar met Rattenplan. Deze oranje riem. En dat sprak mij aan, omdat, kijk eens, Gucci zand erop. Dus, meegenomen. Dan deze lange vest. Met zeker om. Oh, ik kan hem wel lekker aanhouden. Past er mooi bij. Alles in het groen. Deze. Vest. Een blouseje met een beetje nepbond erop. Deze jumpsuit. En dat is deze met bloemetjes jumpsuit. En deze hele mooie suède. Het is ook wel van een merk, denk ik. Want wat staat erop? En het is nog helemaal nieuw. Jenny. Jenny staat erop. Zo zien ze eruit. Het is echt van dat zwarte stofje. Hoe mooi. Dat was Rattenplan. En dan gaan we met de laatste verder. En dat is TK Maxx Store. Nou, dan gaan we even TK Maxx doornemen. En dan laat ik de spulletjes zien. De DIY wat ik heb gemaakt en hoe ik het heb gezet. Deze topje. Ingewonden met hele grote vlindermouwen. Zo ziet hij eruit. Dit is een lekkere, zachte teddyvest met een hoodie. En niet echt lang, maar lekker cozy. T
tutti. En de laatste kledingstuk. Deze gele kroptopje. Als ik mijn vest eroverheen aandoe. Ja, dat waren de kledingstukken. Dan heb ik ook een paar make-up spulletjes gekocht. Pick & Match Store is eigenlijk denk ik een soort, ja, van Amerika. Want het zijn producten vanuit die plaatsen. En ze hebben altijd heel veel sales. Zo heb ik deze palet van Allen Tracy, highlighter palet. En die hadden ze afgeprijsd voor 5 euro. Even kijken hoor. Dat is van Allen Tracy. En dat is deze highlight palet. Die. Dan deze 24 karaat hydrogel iPads. En met B-venom, dat betekent vergif van de bij. Oké. Okay. En hij is voor puffing en smoothing lines. Er zitten 3 stuks in. Daar bedoel ik mee, dus je kan hem 3 keer gebruiken. 3 voor 2 ogen. Elk 2 ogen. Ja. Die. Dan deze hele grote concealer pallet. En corrector, denk ik, in 1. Wat zit erbij? Dat is de lila corrector, de yellow corrector, de salmon corrector, de green corrector, de light pink concealer, de light yellow concealer, de medium pink tone concealer en de medium concealer. Met de separate blending brush en een concealer brush. Ja. En dat hadden ze maar voor 4 euro. Dus meenemen. Oeps. Wacht ervoor. Nou, dat ging niet verkeerd. Ik had alles al opgenomen en bleek dat ik Rattenplan en TK Maxx Store niet aan had. De camera. Maar goed. Deze heb ik bij Rattenplan. Kraag van dat neppe wond. Een soort vesttrui. Deze jumpsuit. Of shoulder kan je dragen en gewoon omhoog. Met allemaal van die bloemenblaadjes. En als laatste. Oh nee, nog iets. Maar ene laatste dan. Deze suede laarsjes. Met een beetje bloemenprint. Echt heel mooi. Deze nep Gucci riem, oranje slangenleer, ook gevonden. En dat was dan Rattenplan. Gaan we verder met TK Maxx Store. Het is een winkel van Amerika, denk ik. En hier krijgen ze allemaal van de, heel vaak van de afgeprijsde artikelen ook. Dus ik heb een paar kleding gescoord en een paar make-up. Kleding is deze lekkere, zachte, fluffy met een hoodie. Vestruitje.
deze krop gele blouse voor onder mijn vest. En deze nette blouse, krop blouse voor met vlindermuil voor op mijn broek of mijn rok vooruit gaan. Dan bij de make-up afdeling hadden ze allemaal afgeprijsde artikelen. Voor 5 euro deze Ellen Trace highlighter palette. 5 euro maar. Deze 24 kwadraat gold hydrogel voor je oogpads. Voor 4 euro deze hele concealer set. Bovenste rij is de concealer, onderste rij is de... Nee, onderste rij is de concealer, bovenste rij is de correctors met sponsjes en met kwastjes. Nou, kun je zien welke kleuren voor wat is. Voor maar 4 euro, hè. Dan deze van Becca voor maar 4 euro. Ook. Under eye bright corrector. 4 euro. Dan deze van Kiko. Full coverage 2-in-1 foundation en concealers. En die was voor 6 euro. Deze van oogschaduw, een beetje roze met glitter van Kiko. En als laatste deze mascara van Christian Benton. Een beetje telescopisch. En hele dik kwastje. Nou, dat gezegd hebben, zijn we nu aan het einde van de vlogs. Nu ga ik een beetje alles wijzen wat ik met de kerstballen heb gedaan en hoe ik het heb versierd. En ingezet. Nou, kijk. Balletjes heb ik in die kralen set vastgezet met de kersthaakjes. En dan krijg je dus. Kijk of ik hem aankrijg hoor. Een beetje dit effect. Met de lichtjes eromheen. Het is dat. Dan heb ik hier de vaas die ik gespoten heb met de bloemetjes. En dat is de Lufthansa. Daar zijn de parfum sets. En daar zijn mijn schoenen set. En dat is mijn wasspiegel. Even kijken. Oh ja, en daar heb ik de groene kerstballetjes gezet. En hier heb ik de slingers gezet. Even kijken als je het licht aandoet hoor. Oh, dat is allemaal bovenin. Maar goed. Dus... Die hebben we daar gezet. En die hebben we daar gezet. En daar is de veer. Dit is mijn nieuwe aanwinst. Het is van Marktplaats. Heb ik hem gehaald. Uit het wampje. En dit is mijn outfit. Dit is het broek wat ik jullie bij Zeeman had gewezen. Met een oversized vest. Dus helemaal in het groen. Ik heb dat genomen omdat ik dat combineer met. Even kijken hoor, of je het ziet. Die fatale van me. Van Luipaardprins. Dus die heeft ook een mooi plaatje gekregen. Daar heb ik de andere balletjes gezet. Met de sierbladeren van Action. En de sierbladeren kan je ook eigenlijk terugvinden. Hier.
Die heb ik was ervoor. Dat is een beetje fel. Die kan even uit. Sierbladen heb ik ook hier gebruikt bij deze spiegel. Het is ook een lange spiegel. En die kruk, ik weet niet of ik jullie ooit heb gewezen. Was 14,95 ook bij de Action Velvet. Daar heb ik mijn pashoekje van gemaakt. En dat gezegd hebben, ga ik nu deze vlog afsluiten. En hierna maak ik er nog eentje. En dat is voor de 4 winnaars die ik eruit ga halen. Dus ik zou zeggen, take care.